gaan werken aan de hand. Dus dat gaan we zo eventjes meemaken. Ik ben even zonder Tessa, wel met Astrid. Kijk, hoe vinden jullie daar? Leuk, nee? Toch? Leuk toch? Ken je dat als je paard geblesseerd is? De dierenarts die zegt, bouw hem maar weer op of ga maar weer stappen aan de hand. Vandaag gaan we met Blondie demonstreren hoe je dat doet. Want stappen aan de hand is heel iets anders dan met je paard gaan wandelen. Waar wij voor zorgen bij Horses & Hands is dat paarden die aan de hand gestapt worden weer helemaal in balans komen. Ik heb net verteld, als een paard bijvoorbeeld een blessure heeft, ik noem maar wat, aan zijn rechtervoet, dan gaat hij afwijkend bewegen om die rechtervoet een beetje te ontzien. Dat doen wij dus ook. Als je bijvoorbeeld je rechter enkel verzwikt, dan ga je een beetje zo bewegen om die voet te ontzien. Dan krijg je uiteindelijk, als je lang genoeg zo blijft bewegen, last van je linkerknie. En bij een mens zegt bijvoorbeeld de fysiotherapeut van, joh, doe eens dit of dat. Nou, dat kan bij een paard niet, want die boodschap zal die niet begrijpen. Dus wat wij doen, wij leren paarden weer om in balans te bewegen, zodat ze de voeten allemaal, alle vier bij voorkeur, evenredig belasten. Het kan op verschillende manieren, maar ik maak graag gebruik van het materiaal van de Freestyle Academie. Dat komt omdat ik opgeleid ben als freestyle instructeur en ik zal jullie demonstreren hoe wij met die materialen werken in het stappen aan de hand. Hier heb ik een freestyle halster. Ik denk dat die wel een maatje te groot is, maar helaas mijn kleinere die is weg. En dit is een halstertje wat gemaakt is van touw met knoopjes. En dit is heel eerlijk gezegd een halster waar je niet mee moet gaan werken als je niet in dit systeem bent opgeleid. Want het gebruik van dit halster geeft het paard hele specifieke hulpen en je moet ook goed weten wat je doet. Maar er zijn ook op de markt allerlei andere touwhalsters te koop die wat losser om het hoofd zitten waar je rustig mee kan werken. Het stalhalster kan, maar dan moet hij wel heel braaf zijn en heel goed aanwijzingen kunnen opvolgen. Want het is wel belangrijk dat je paard ontvankelijk is voor de hulpen die je geeft als je gaat stappen aan de hand, volgens het systeem van werken aan de hand. Ik laat zien hoe deze om het hoofd gaat. Ik knoop het halstertje om het hoofd zodanig dat het niet strak zit uiteraard, maar wel dat het aansluit. En aan dat halstertje maak ik een lead rope vast. En als ik nou bijvoorbeeld op die lead rope een ophouding geef, zeg maar, of mijn hand sluit, dan voelt zij dat gelijk al hier en daar. Dus ik geef al gelijk een boodschap door alleen maar dit te doen. Ik weet ook precies natuurlijk wanneer ik dat doe. Dat doe ik niet random, dat doe ik niet omdat ze loopt te drammen. Want ik maak het liefst zo min mogelijk gebruik van hulpen op de lijn. Het meeste doe ik met mijn lichaamstaal. Belangrijk is als je met dit soort materiaal werkt om handschoenen aan te doen. Want stel dat het paard ergens van schrikt en er vandoor gaat en het touw glipt door je handen, dan heb je brandwonden. Dat zijn zeer pijnlijke schaafwonden, zeg maar, die je dan krijgt en dat wil je echt niet. Ik zeg je heel eerlijk, het werken aan de hand is bij mij ook altijd gelijk een stukje gehoorzaamheidstraining. Dus ik zet ze in balans fysiek, maar ook een stukje mentaal. En ik heb eigenlijk heel vaak jonge paarden hier in de revalidatie staan die toch een stukje basisgehoorzaamheid missen. Die als ik een stal weer open doe er gelijk uitdenderen. Nou, die doe ik ook altijd even een freestylehalstertje om, even rustig met de lead rope eraan. En puur ook door lichaamstaal, maar soms met een heel klein beetje druk, leer ik ze dat ze wachten om die stal uit te komen totdat ik het zeg. En elke stap die ze vervolgens zetten, die is onder mijn controle. Dus ze zetten een stap als ik het vraag, maar ze zetten geen stap als ik het niet vraag. En dat is een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid van de trainer. Het is een hele prettige vaardigheid voor paarden om te hebben als je bijvoorbeeld bij de dierenarts bent of bij de smid of waar dan ook. Paren gewoon wachten op een signaal dat ze mogen bewegen en als ze dat signaal niet krijgen, dan is gewoon stilstaan. Nou, dan gaan we nu beginnen met leiden volgen. Dat is, het ziet eruit als een beetje paardwandelen. Alleen, het is mijn doel dat ik elke pas die zij zet onder controle krijg. In eerste instantie qua gehoorzaamheid. En daarna hou ik ook in de gaten dat ze in balans stapt en dat ze voldoende actief is. Maar gehoorzaamheid trainen is eigenlijk altijd wel een belangrijke voorwaarde om al het andere te kunnen trainen. Want als die niet 100% gehoorzaam is, ja, dan wordt het wel heel lastig om eens een keer te vragen om een been opzij te zetten of een pasje harder of een pasje langzamer te gaan. Het moet in feite al vlekkeloos verlopen in de communicatie. Ik rem er al voordat ze een stap heeft gezet en dat komt omdat ik voel dat zij van plan is om dit te gaan doen. En als ik dat voel, dan zeg ik dan, dat gaan we dus niet doen, jij wacht gewoon. Ook met dat gevoel, zij mag ook dit gevoel al niet maken, snap je? Ik wel, daar blok ik haar mee. En als ik dat gevoel laat varen, mag ze komen. Braaf, goed zo. Het grappige is, kijk, het lijkt alsof ze nu natuurlijk heel braaf meestapt. Maar ik voel dus dat zij, wat zij wil, is mij opjagen.
En dat mag dus voor mij niet, dus ik blok haar de hele tijd, zodat zij mij gaat volgen. Maar dat levert haar stress op, want zo liggen onze verhoudingen nu nog niet. Dus dan gaat ze achterom kijken, ze gaat kauwen, likken, ze gaat een beetje moeilijk, kijk, dit soort dingen doen. Dat is oversprongsgedrag. Ja, heel eerlijk gezegd, zeg ik altijd, dat is het probleem van het paard. Daar maak ik niet zo druk om, ik vind het niet gauw zielig. Ik ben niet gemeen, ik sla niet. Maar ze mag wel leren, accepteren dat als wij samen werken, dat ik de lead neem en dat zij volgt. En heel eerlijk gezegd is dat voor een paard alleen maar fijn. Er zijn weinig echte dominante paarden, maar zelfs hele dominante paarden vinden het toch fijn als de mens uiteindelijk de lead neemt. Want het zijn en blijven prooidieren. En als een prooidier het gevoel heeft dat iemand anders de kastanjes uit het vuur haalt, dan levert hem dat een fijn gevoel op van ontspanning. Dat hij denkt, nou, zoek jij het lekker uit, ik ben veilig, ik vind het goed zo. Neem je die leiding niet, dan zal zeker een beetje een scherp, heet paard denken, ik moet voor mezelf zorgen en daar worden ze alleen maar lastiger van. Dus het is wat dat betreft gewoon een heel goede gewoonte om er altijd voor te zorgen dat je die paarden op een prettige manier onder controle hebt door simpelweg de leiding te nemen. En is het dan ook zo dat ze het gewend is bij de een en het dan gelijk accepteert? Ja. En dat het bij de ander dan absoluut even afgesproken moet worden? Absoluut, want de trainer die maakt deel uit van de context. Ik heb nog niet met haar gestapt, zij kent mij verder niet. Anders dan als instructeur, maar die link die legt ze natuurlijk ook niet. Dus voor haar is dit een nieuwe context. In deze context van onze samenwerking zullen we eerst duidelijke afspraken moeten maken wie de lead heeft. Zo, we komen nu aan in de binnenbak. Hier gaan we stappen aan de hand. Volgens het revalidatieplan. En het punt is nu dat ik nu actief met haar ga stappen. Ik ga gelijk al letten op de balans, maar ik moet ook letten op de gehoorzaamheid. Want we hebben nog helemaal geen afspraken kunnen maken op dat kleine stukje hier naartoe. Dus we gaan kijken hoe het gaat. Ik wil niet dat ik het paard mee hoef te sleuren aan een touw. Ik wil ook niet terugwerken met mijn hand als ze gaat lopen drammen. Maar ik probeer zoveel mogelijk met mijn lichaamshouding en positie voor elkaar te krijgen. Tenzij ik voor de veiligheid moet ingrijpen. Kijk, en dan wordt ze al gelijk een beetje boos. En want nou moet zij in een verhoogd tempo meekomen. Zij loopt dus nu met de oren naar achteren naast me. Dat ze het er niet mee eens is. Maar ik wil niet in een trager tempo gaan stappen aan de hand voor revalidatie. Want dat heeft niet zoveel trainingswaarde. Ik wil wel dat ze net als onder het zadel lekker actief doorlopen. Het achterbeen verder optillen en verder naar voren plaatsen dan ze zelf van plan zijn. Daarmee krijg ik het paard eerder in balans. Maar omdat ik nu nog niet volledige gehoorzaamheid heb, ga ik nu ook niet maximaal nog zitten activeren, want dan ontploft ze. En dan moet je natuurlijk voorkomen als een paard geblesseerd is. Dus het is een beetje schipperen. Maar als we deze oefeningen 3 dagen achter elkaar gedaan hebben, kunnen we daar steeds meer mee bereiken. En dan wordt het alleen maar optimaler. Het leuke is, nou het is niet leuk, maar het opvallende is dat haar linker voorvoet is geblesseerd. Zij brengt ook het lichaamsgewicht naar het linker voorvoet toe. Als ik haar niet zou corrigeren daarin, dan zou ze op een gegeven moment met haar linker voorvoet op mijn rechtervoet gaan staan. Daarom doe ik af en toe zo even die lussen achter me. Om die schouder terug naar de hoefslag te plaatsen. En als ze daar niet op reageert, zet ik heel eerlijk gezegd... even mijn elleboog tegen die schouder. Want het moet wel gebeuren. Je ziet dat Blondie een enorme box heeft. Dat zijn eigenlijk nieuwe boxen. Wat wij merken is dat paarden enorm ontspannen. Natuurlijk willen we dat paarden zoveel mogelijk buiten lopen. Maar wij vinden het ook prettig als ze 's nachts binnen staan. In zo'n grote box hebben ze dan voldoende ruimte om toch nog even lekker een beetje te scharrelen. Ze kunnen rollen, ze kunnen vooral, dat is het allerbelangrijkste, lang uit liggen. Want kijk maar naar die grote vos hiernaast. Dat is mijn eigen paard en die heeft een sokmaat van Royaal 1,70. En ik wil gewoon dat hij veilig kan slapen met gestrekte benen en zijn hals plat op de grond. En als dat niet kan, dan krijgt ook een paard gezondheidsproblemen als hij niet in zijn remslaap kan komen. En de remslaap, dat is de slaap waarin wij dromen. En dat hebben paarden ook. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat ze gestrekt kunnen slapen. Nou, je ziet, als je goed naar Blondie kijkt, dan zie je dat eigenlijk dus hartstikke moe is. Een beetje glazige blik in de ogen, oortje op 6:30. En ze staat verhoogde hartslag, kijk maar. Ja, verhoogde hartslag en verhoogde ademhaling. Ze maakt een beetje een vermoeide indruk en dat is alleen maar heel positief. Het leuke is dat grondwerk
vermoeiend is voor paarden. Ook al verrichten ze niet op een intensieve manier arbeid zoals we dat gewend zijn in stap of draf en galop als we dressuur of als we in de springparcours rijden of weet ik veel wat. Maar mentaal doet dit heel veel met paarden. Dus daarom worden ze mentaal een beetje moe. En dat uit zich in feite op dezelfde manier alsof ze een zware training hebben gehad. Dat ze zware arbeid hebben verricht. Nou, ze heeft hard gewerkt. Als ze het zijn, neemt gewoon wat ze gewend is mee. Qua voer, dan hoeft ze niet te wennen of ergens last van te krijgen. Dus we hebben voor haar meegenomen de Slushly Mix, die ze elke dag krijgt. De oorbalans en de spierkracht. Nou, hoeveelheden doorgegeven en dan krijgt ze dat gewoon lekker. Dus ze krijgt even geen brok, want ze is gewoon vet. En dat willen we niet. Dat is niet goed voor pony. En daar moeten weer spiertjes komen. Dus het is heus niet moddervet, maar ze is zeker dik 10, 20 kilo te zwaar. Dus dat moet er nu wel af. En als ze dan straks vermoeid raakt door rijden of wat dan ook, gaan we weer brok bijvoeren. En dan komt ze weer in haar oude voedingspatroon. Nou, ik mag weer naar huis toe. Tot morgen, pony.